En André van Duin zit hier. Ja, met talent. Met talent. Je hebt het talent meegenomen, Ferry de Groot. Aanleiding is dit boek dat morgen verschijnt. Monumentaal boek. André van Duin, De Glans van de Eenvoud. Geschreven door Hans Visser en André Breedland. Uitgegeven door de Joop van den Ende Foundation. Ja. Die vindt het van belang dat een aantal mensen die veel hebben betekend voor theater... Ja, er zit dus ook geen winst op het boek, hè? Het is gewoon tegen kostprijs. Dat meen ik. Echt waar? Ja, echt waar. Maar hoe duur is het dan? 2 tientjes. Wou je dat even kwijt? Ja. Oké, prima. Het is dus helemaal niet duur eigenlijk. Nee, voor een comfortabel boek. Het is een boek waar, als je het ziet eruit, is dat het 40, 50 gulden wordt. Ja. Maar het is echt een beetje een naslagboek, weet je wel, van helemaal carrière wat ik gedaan heb. Het is geen verhaal, het is geen verhalenboek. Nee. Geen leesboek. Ja, wel een leesboek, maar niet in de zin van dat het een story heeft. Ja. Ja, mijn story eigenlijk. Maar dat 40 jaar of hoe lang doe ik het al? Bijna 60 ben je toch? Ja. 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 Oké, nou goed, dit mooie boek is de aanleiding om jullie uit te nodigen. Zag je dat of heb je dat gehoord? Wat? Dat ik bijna 60 word. Giel zei het net. Oh, die zag het? Ja, die kan het weten. Ja. Nee, er staan prachtig. Even één mooie foto. De beginfoto van het boek. De jongste, dit. Oh. Ja. Dit is de André van Duin. Hoe oud ben je? Waar sta je hier? Ik denk voor mijn deur, in de straat waar ik woonde. Met een das. Ik was toen de tijd. Ja, dat ziet er wel heel. Met een das geld ook? Ja, goed hè. Is dit zondag of is dit gewoon door de week? God, vraag het maar niet. Dat is een tijdje geleden. Ik weet het niet. Ik zou het niet weten, maar hij zit netjes, dus ik denk dat het zondag is. Ja, hij zit hartstikke netjes. Was het al rood eigenlijk toen of niet? Ja, natuurlijk. Ja, dacht je dat ik aan de andere hand. Nee, ja, het was toen al rood. Ja. Oké, okay. Ik heb het boek gelezen. Er komen heel veel mensen aan het woord die met jou gewerkt hebben. Ja. Onder andere Ferry de Groot. Ja. Geen één onvertogen woord over André van Duin. Ja, die zijn geschrapt. Die zijn geschrapt? Ja, die heb ik niet gehaald. Ja, ik moet je zeggen dat ik daar wel een beetje... Daar schrik ik van. Mag er toch wel één keer ruzie maken in je leven, of niet? Ja, nou ja, ik hoop... Ik vind ook wel als mensen... Ik weet wel dat ik aardig overkom. Ik ben ook een heel innemend mens, zo genoeg, gezellig. Genoeg, ter zake. Maar 400 bladzijden, denk ik ook van... Nou, is het nou echt zo, hè? Maar het is echt zo. Ja. En dan even het nieuwsfeitje, dat wist ik ook niet. Oh. Tot het gaatje gaan is in het Nederlandse woordenboek bijgeschreven... als een uitdrukking van André van Duin, door jou bedacht. Wist je dat al? Ja. Nou, heel lang we geleden. We doorgaan heb je toch gemaakt? Ja, dat we tot het gaatje gaan. Dat is wel lang geleden, ja. Ik noem het maar. Het staat gewoon allemaal in het boek, hoor. Oh. Als nieuws. Ja. En er staan er heel veel moppen in natuurlijk. Heel veel anekdotes. Ferry had ook... Ja, als een soort mop. Oh. Waar ik wel om moest lachen was het volgende. Nou, ik ga het niet vertellen ook. Het is een beetje flauw. Ferry, jij staat ook in het boek. Ook geen onvertogen woord over de samenwerking met André van Duin. Nee. Eén groot plezier? Ja... bewonderenswaardig. Hallo. Bewonderenswaardig, ja. En wat vele mensen zeggen, niet alleen jij, Ferry... is André van Duin heeft het meest naar zijn zin gehad bij de Dik voor Mekaar show. Ja, dat is zo. Dat radio is een beetje... Ja, ik ben natuurlijk begonnen playback. Met bandjes knippen en zo. Ja. En daar een gekke bek op trekken. En dus ja, dat was met geluid. En dat was dus ook radio. Dat deed ik dan wel op de bühne. En aan de hand op de Dik voor Mekaar show was ook veel knippen en plakken. Ja. En op de ouderwetse manier nog knippen en plakken. En niemand die zegt wanneer je moet beginnen, wat je moet doen, waar je moet lopen. Je mag het helemaal zelf uitvinden. De radio? Dacht ik. Nee. We hadden censuur. Dat was NCRV, hè? Tenminste, we hadden Jan Rietman. Zelfs Jan Rietman zat erbij om op te letten of degene OJ en wat moest eruit bijvoorbeeld? OJ en Agol. OJ moest eruit? Ja, dus afkorting van Jezus en Agol, afkorting van God. Ja. En dat mocht toen, nu mag het allemaal wel, maar we praten dus over hoe lang... Een angel mochten we niet draaien. Nee, allemaal dat soort dingen. Dus we hadden wel helemaal een zware censuur achter ons staan. Luister die hele discussie. Ja, zeker. Ja, het is ook later nog in een... nog niet zo heel lang geleden eigenlijk, op 3FM, 's ochtends op zaterdagochtend geweest. Ja, bij de Tros. Bij de Tros, alle 12... Maken we dat op een andere manier, want dan hadden we dat met de computer. Vroeger deden we dat inderdaad met plakken, met bandjes en zo. Ja. En lange loops maken, dus van die, met een microfoonstandaard... echt door het hele gebouw zo'n rondlopertje te krijgen. En nu met computers maak je dat. En vooral het kopiëren, want als je dan ging kopiëren... het werd steeds meer ruis. Op de duur was er geen geluid meer op dat bandje. En met de computers kan je kopiëren. Maar dat die allemaal snel vestigt. Ja, ik weet het. We zagen net in eerder op thuis. Ik zag al een beetje hoe jullie zitten. Ja, dat is leuk, want ik ben nou ook weer... Want we zagen net een stukje Animal Crackers. Maar ik ben nu ook weer begonnen met Animal Crackers om een nieuwe serie te maken. Of wou je dat al gaan vragen? Nee, dat wou ik helemaal niet vragen. Dat hadden we net gezegd namelijk. Oh, maar ik wou het wel even zeggen. Ik ben nu bezig met een nieuwe serie. Ik ga volgend jaar, november, ga ik pas weer theater in. Dus ik heb eigenlijk een jaartje vrijgenomen om die Animal Crackers te maken. En intussen wil ik een nieuwe show ook schrijven natuurlijk. En maar nu ben ik thuis maar met de computer. En dat is natuurlijk, aan de ene kant is het veel meer werk. Want je kan daar veel meer mee doen. Veel meer stemmetjes en doorgaan. En dan kan je het nog mooier maken. Want vroeger was je al blij als het een beetje gelijk liep. Maar nu denk je, ik moet nog een dingetje en dat. Met de olifant en scheidlijsten en noem maar op. Nou, eerst al de dierentuinen weer in. Want er is heel veel... André, goed je verder gaat. Oh. Er staat hier, kijk, de Dik voor Mekaar show is toch het leidmotief vanavond. We hebben jullie bereid gevonden. Dat hoorde ik ook net toen. Nou,
is niet waar. We hebben jullie bereid gevonden om hier live aan de tafel van De Wereld Draait Door. Het is 3 jaar geleden, 4 jaar geleden dat jullie voor het laatst zo'n show hebben gemaakt, volgens mij. Ja, maar we hebben niks voorbereid. We hebben niks voorbereid, zo helemaal niet erg. We kwamen binnen en toen hoorden we het. Ja, ik wil het graag geloven. We hebben er gisteren de hele dag over onderhandeld, dus maak me nou niet gek. Maar mij niet. Nee. We gaan de June starten en dan is het verder aan jullie, jongens. Ik ben benieuwd. Giel, we zitten op de eerste rij. Het is de... Mag wel iets harder? Ja, maar dat is niet. Dan komen we zo nog. Ja? Is er toch mogelijk? Ik heb nog niet eens. Wat is dat nou? Wat is dat nou belangrijk om mij te onderbreken? Dan komt het door mensen. Ga even ontspannen. Informatie. Vorige week oud nieuws. We zitten toch niet wat maar af voor de week. Het is toch niet vorige week draait door. Het is deze week. Toen ik de studio uitkom, was het al geweest. Mensen hangen op aan telefoon. Ja, nou even snel. Wat is er nou? Een week. Klaar. Nou, daar gaan we verder met me heen. Mensen, we zitten nokkie, we zitten bommetje, want we gaan er weer tegenaan. Hè, de Groot heeft het geproduceerd, dus het is tot in de noppies verzorgd. De Groot, waar gaan we mee beginnen? Dan komt die knal, zie je, krap de rook, daar zo uit. Yes! Ik heb een mop. Ik heb een mop. Wat is nou een mop? Nou, daar komt de mop, mensen. Hou je vast aan alle kanten, hoor. Oude mop, natuurlijk. Wacht even. De Groot schiet nou op de mensen. Volgende week ben ik. Goedemorgen, MEC! Goedemorgen! Is het al begonnen? Wat gezellig! Ga je het al begonnen? Ja, het is al begonnen! Even mijn schoenen uit, hoor! Zal ik koffie maken, Beb? Ik heb die nieuwe CCO's Voor de koffie, De Groot, laten we nou doorgaan met het programma. Mensen, kom op. Nou, moet het nou allemaal zo lang duren? De Groot, kom op, die mop. Leeft die nog? Volgende week ben ik er niet. Wat is nou volgende week ben? Dat is nog geen... Hoezo ben je er volgende week niet? Ik ga een plezierreisje maken. Je gaat een plezierreisje maken. Nou, leuk. Hij gaat een plezier. Waar ga je naartoe? Ik ga mijn schoonmoeder naar Schiphol brengen. Dat is toch niet waar. Ik begrijp mevrouw Femke, maar vindt het toch ook niet leuk om dat te horen allemaal. Begrijp het niet, denk je naar haar over. Hoe is dat? Is dat mevrouw Femke? Is Femke maar! Mensen, laten we nog eerst even een plaatje draaien. Even weer back to the business. Even weer recht ertussenin. Het is net alsof we dit eergisteren gedaan hebben. Het zo lang alweer. De Groot, de eerste plaat. Dan komt hier allemaal. Niels zit bij elkaar geschaald natuurlijk. Kijk eens wat een grote CD is. Liedjes uit mijn moeders keuken. Liedjes uit moeders keuken. Nou. Van 1860, 1912. Nou, deze tijd, we zitten toch. Kom op, nou, ik begrijp maar. Heb ik een andere, okay, dat zit in de top 78. Oké, mensen, dan komt die plaat. Voorzichtig, voorzichtig. Nou, De Groot, laat even horen. Zet hem nou gewoon aan het begin van. Is het nou zo moeilijk om hem... Is het toch mooi, mensen? Ik hou dit niet lang vol. De Groot is... Hij staat in het etiket! Hij staat in het etiket! Moet ik dit nog erg lang volhouden? Nee!